Welkom bij een gloednieuwe Fan Friday. Vandaag is het weer tijd voor een Paper Duck video, want er gaat iets heel speciaals gebeuren. Mijn Paper Duck gaat namelijk op date samen met meneer Kikker. Zoveel van jullie hebben hierom gevraagd, dus dat gaat eindelijk gebeuren. Ik heb er heel veel zin in, maar voordat we gaan beginnen heb ik nog een hele leuke challenge voor jou. Nodig om deze video een dikke vette duim omhoog te geven. Alleen welke hand moet je hiervoor gebruiken, dat hangt ervan af. Heb je wel eens een keertje een crush gehad? Als je zegt, oh ja, ik heb een crush gehad, of misschien ben je nu wel verliefd, gebruik dan je rechterhand om op dat duimpje omhoog te klikken. Of als je zegt, nee, ik heb nog nooit eerder een crush gehad, dat kan natuurlijk ook, gebruik dan je linkerhand om op dat duimpje omhoog te klikken. En dan gaan we nu meteen beginnen met het allereerste gedeelte, namelijk game review. Je weet dat ik ontzettend hou van apps en games op mijn telefoon. En hier maak ik wel eens video's over. En deze vinden jullie altijd echt super leuk om te bekijken. En daarom heb ik vandaag een hele toffe samenwerking met Royal Match. Dit is een game voor op je telefoon. En misschien ben je al bekend met wat een Match 3 game precies is, waar je allemaal verschillende soorten diamantjes met elkaar moet verwisselen om een level te halen. Met iedere level die je haalt, krijg je gouden muntjes en sterretjes. Daarmee kun je koning Robert helpen om zijn oude kasteel tot de volle glorie te brengen. Dus op deze manier bouw je je eigen kasteel en hoe verder je gaat in de levels, hoe meer kamers je ontgrendelt. Nou, hier links van me heb ik een beetje gameplay opgenomen en het was echt heel erg lastig om er niet mee te stoppen omdat het zo ontzettend verslavend en leuk is. Maar op deze manier krijg je dus een beetje een idee van hoe het spel eruit ziet. En het allerleukste hieraan is dat het helemaal gratis is om te downloaden. Maar niet alleen dat. Het is ook nog eens eventjes 100% vrij van advertenties. En je weet hoe ongelooflijk grote hekel ik heb aan advertenties. Dus dit is natuurlijk helemaal geweldig. Wat ik dus het allerfijnst vind aan dit spel is dat het gewoon heel erg relaxend is. Je raakt er niet gestrest van. Het is vrolijk, het is kleurrijk, zoals je kunt zien. Er zit ook nog eens een leuk verhaal in. En daarbij richt je natuurlijk je eigen kamers in. Dus er is voor ieder wat wils. Nogmaals, het spel is helemaal gratis te downloaden op de App Store of de Google Play Store. En de links daarvoor zet ik in de beschrijving hieronder deze video. Of als je dit liever doet, kun je het ook gewoon opzoeken via Royal Match. Ik wens je heel erg veel plezier ermee. En dan gaan we nu meteen door naar Paper Duck Date. Oh, goedemorgen. Zoals je kunt zien, hebben we hier voor ons de slaapkamer van de Paper Duck. Deze heb ik in een andere video laten zien. Ik kreeg daarna ontzettend veel vragen in de reacties of ik alsjeblieft nog meer kamers wil maken. Of misschien wel nog meer gebouwen. En jullie wilden ook heel graag meneer de Kikker. Voor de video van vandaag hebben we daar een heel erg leuk ideetje voor. Oeh, wat is dat? Wacht eventjes. De Paper Duck ligt nu lekker in haar bed te slapen. Ze zit op social media te scrollen, maar ineens gaat haar telefoon over. Dus we moeten eventjes opnemen. Ja, hallo. Oh jongens. Oh, ze wordt gebeld door meneer Kikker. Ja? Ja? Ja, heel graag! Nou, volgens mij wordt ze nu uitgevraagd op een date. Ze heeft opgehangen. Nou ja, doei meneer Kikker. Haar droom komt uit, want ze heeft stiekem al een hele lange crush op hem. Oh nee, dan moeten we ons natuurlijk wel eventjes heel erg goed gaan klaarmaken voor de date. Paper Duck, ben je er klaar voor? Volgens mij wel. Ze ligt ook echt heel enthousiast in haar bed nu op dit moment. De eerste stap is natuurlijk om eventjes haar pyjama uit te doen. Oeh, auw. Dat klonk pijnlijk. Nu ze is helemaal zenuwachtig en nerveus. Zie je haar gewoon eventjes shaken. We gaan gewoon eventjes zoeken naar een hele leuke outfit. In haar kast heeft ze prachtig mooie kleding. We hebben hier een super leuk leren rokje. Dat zou eventueel wel kunnen. Een bruin rokje. Dat is ook wel leuk. En dan hebben we natuurlijk haar favoriet. En dit is een geweldig leuk leren jasje. Maar ze wil niet per se heel stoer overkomen. We gaan eventjes door. Oh, maar dit is ook echt een heel erg schattig truitje. Met een hartje erop. En hij is groen. Maar dat is misschien een beetje te overduidelijk. Want de kikker is ook groen. Dus nee, die skippen we. En dan hebben we... Oh my goodness. Dit is hem. Het is een heel erg mooi, schattig rood jurkje. En deze is gloednieuw. En dan is het moment van de waarheid aangekomen. Heb je niet van tevoren even gepast, Paper Duck? Nee, blijkbaar niet. We gaan nu gewoon eventjes kijken of het haar een beetje leuk staat. Ik vind het helemaal spannend. Oh my goodness. Dit is geweldig. Het is zo prachtig en zo mooi. Oh nee, we hebben nu wel een klein probleempje. Want ze realiseert zich nu dat ze geen hakjes heeft. Het zijn gewoon Converse. En weet je wat? Het past wel bij haar, want ze houdt een beetje van girly. En tegelijkertijd ook wel stoer. Ze wil natuurlijk nog wel eventjes haar haren doen. En... laat ik dat toevallig gewoon eventjes hier zo in mijn handen hebben. Ik denk deze, want hij heeft een heel mooi groen streepje. En we gaan op date met Paper Duck. Dus laten we even kijken hoe dit haar staat.
Ah, het is zo schattig. Ze ziet er tegelijkertijd ook wel een beetje grappig uit met haar. Maar dat gaan we niet zeggen tegen Peperdakken. Oké. Okay. Alleen ik vraag me af of dit echt de beste optie is voor haar outfit. Super schattige, leuke space buns. Laten we die eventjes opdoen. Oh my goodness. Oké, okay, dit is ongelooflijk schattig. En wat ik ook leuk vind, is dat er een klein beetje roze in haar haar zit. Het staat heel erg goed met haar jurkje. Ja, dit is perfect. I love it. Ze voelt zich nu al helemaal mooi en opgedoft. Maar omdat het wel echt een hele speciale date is, wil ze toch wel een klein beetje make-up op doen. Dus 3, 2, 1. Oeh, daar is ze dan. Prachtig. Ben je ready voor je date? Volgens mij wel. Ze heeft er ontzettend veel zin in. En ze is alsnog wel een klein beetje zenuwachtig. Oh. En dan zijn we nu klaar voor het Italiaanse restaurant. Let's go. Oh jongens, dit is zo'n ongelooflijk mooie en romantische locatie. En zoals je kunt zien heeft Peperduck haar plekje al genomen in het restaurant. En ze is nu aan het wachten. En wachten. En wachten, want meneer de kikker is natuurlijk weer te laat. Maar hij heeft haar uitgevraagd, dus hij zal wel komen opdagen, toch? Oh, wat als het niet gebeurt, jongens? Ik heb geen idee. Nou ja, ze zit nog maar gewoon eventjes te wachten. En oh, wie is dat nou? Hallo? Volgens mij is dit meneer de kikker. Hij probeert de aandacht te trekken van Peperduck. Hallo? Ze ziet het niet volgens mij. Oké, okay, nou, we gaan maar gewoon eventjes door. Meneer de kikker is volgens mij ook wel een klein beetje zenuwachtig. Maar hij is er! Yay! Oh, oké, okay. Ga meteen eventjes zitten. Ah, ze is zo ongelooflijk blij dat hij er is. En hij is ook heel erg blij dat hij er is. Hoe gaat het? Ja, het gaat supergoed, meneer de kikker. Oké, okay, nou, sorry dat ik laat was. Nee hoor, dat geeft niet. Zullen we maar gewoon wat bestellen? Ja, dat vind ik een goed idee. Oké, okay. Dan zal ik maar gewoon eventjes de ober zijn. Hallo, wat willen jullie eten vanavond? Een tomatensoep en een erwtensoep. Dat is prima. Ik ga eventjes naar de keuken. Rah, ik heb het al. Dit is een erwtensoepje voor jou. Ja, heerlijk. En dan hebben we ook nog deze prachtige tomatensoep. Oh, kijk nou eens eventjes hoe lief en romantisch, jongens. Dan is het nu tijd voor ons hoofdgerecht. Wat willen jullie graag eten? We hebben pasta, lasagne, pizza. Oké, okay, volgens mij zijn ze allebei over eens. Ze willen heel graag pizza eten. Gelukkig heb ik een hele lekkere pizza. Dus die zal ik even op tafel leggen. Het spijt me, ik heb geen bord. Dus de tafel is schoongemaakt. Dat is heel hygiënisch hier zo. Oké, wie wil als eerste een pizza stukje eten? Ja, volgens mij meneer Kikker. Dat is heel erg onbeleefd, meneer de Kikker. Je moet eerst je date laten eten. Oh, hij heeft hem al op. En dan hebben we Paper Ducky. Zij wil ook heel erg graag wat eten. Ja, heerlijke pizza. Het is echt de allerlekkerste pizza. Ik zou het 5 sterren geven, toch? Ja, ze zijn het ermee eens. Jullie hebben het lekker gegeten. Wat een romantische date. Waar hebben ze het eigenlijk over? Dus, Peperduck, vind jij walvissen leuk? Walvissen? Ja, volgens mij wel. Het zijn wel grote dieren in de oceaan. Ja. Oké, okay, nou dat is echt een topgesprek tussen deze twee. Ik hoop dat ze het een beetje naar zin hebben. Dan gaan we gewoon eventjes door met het toetje. Oh, volgens mij gaat de date echt ontzettend goed. Want ze willen heel graag hun ijsje en milkshake delen. Nou, laten we dat even regelen. Dan halen we eventjes het tafeltje hier zo weg. Alsjeblieft. Oh, oh, hij laat Peperduck als allereerst het ijsje eten. Oh, dat is zo lief. Pistache smaak en aardbeien smaak en vanille. Oh, wat heerlijk. Ze genieten ontzettend veel. Allebei van hun ijsje. Woep. Dan is die op. En dan is het nu tijd voor de milkshake. Peperduck, jij mag als allereerste. Oh, wat lief. Ik vind het echt heel erg schattig. Okidoki, het is tijd voor deze twee om weer naar huis te gaan. Mag ik je naar huis brengen? Oh ja, dat zou ik echt heel erg leuk vinden. Oh, ze houden handjes vast. Oh, oh, daar gaan ze. Het is zo schattig. Het is zo lief. Ik moet bijna huilen. Da 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 da. Eeuw. Huh, wat is die geur? Huh? Oh, sorry. Scheetje gelaten. Hier zijn ze dan, thuis aangekomen. En wat doet meneer de kikker nu? Hij houdt de deur voor haar open. Oh, dankjewel. Nou, ze gaat naar binnen. Ik vond het echt een hele leuke date. Ja, ik vond het ook een hele leuke date. Ja. Oh nee, jongens. Ze kijken elkaar heel lang aan. En daar gaat ze. Ah, dat was haar allereerste kus. En ook die van meneer de kikker. Peperduck? Alles oké? Ze is flauw gevallen. Volgens mij vond ze dat wel echt heel erg leuk. Alleen weet ze niet zo heel erg goed wat ze met zichzelf aan moet. Misschien is het maar tijd voor meneer de kikker om eventjes weg te gaan. Ja, ja. Laat haar maar gewoon liggen op de vloer. Prima, jongens. Wat was dit ongelooflijk leuk om te doen. En wat mij betreft wel echt een hele succesvolle date. Alles oké, Peperduck? Ja, ik ben gewoon heel erg verliefd. 20 second wrap-out.
Alexandra en Simone, Christiane, Verjanna, Leila en Alicia, Yin, Cookie, Bastiana, Irene, Jessie en Ramisha, Mila, Isabella, Anita, Johan, Kager, Linda, Wolf, Sophie, Christella, Sunflower en Lisette, Jula, Esther, Sarah, Alixi, Mixi, Liv, Lua, Lenta, Gewoon, Yara, Najib, Sabrina, Sandra, Amber, Petra en Lucina, Lizzie, Jill, De Haan, Fien, Clubbers, Katarina. Yes, als je dit gedeelte van de video ziet, dan betekent het dat je hem helemaal tot aan het einde hebt gekeken. En wil je nou ook heel erg graag kans maken om met je naam en reactie in de 20 Second Wrap-Out van volgende week te komen, dan kan dat. Je hoeft er alleen maar eventjes naar te vragen in de reacties onder deze video. Wie weet hoor je jouw naam wel weer terug in de volgende Fan Friday. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei!